welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Wij gaan nu naar de winkel. Konijnen die een kotje zijn open. Zie je daar trouwens, de konijntjes. Zitten nog in hun kootjes. Maar ze kunnen er wel uit. De poes is boven, denk ik, nog steeds. Ik heb dit gevonden, dus dan gaan we dat helemaal eens gebruiken. Dus je ziet ze echt rustig chillen. Zodat je misschien wel kunt zien. Het is aan het regenen, mensen. Het is aan het regenen. Het is aan het regenen, helaas. Het is heel plassen. Dus we gaan weer nat worden. Je ziet het duidelijk. En, het zal nog niet over zijn. Vandaag, denk ik. Je weet het, kunt zien dat het aan het regenen is. Maar het is aan het regenen, mensen. We zullen eens een kruiken pakken. Ja. Die is hier nog af. Zo. Dan kunnen we naar binnen gaan. Hè. We zijn binnen. Hè. Het is drukker dan verwacht. Pizza. Wanneer. En dat nemen we ook. We hebben twee deze keer. Ja. Moeten we hebben. De katarsnoepjes mogen we niet vergeten. Die staan hier. Zo. Ik had het mee. Katarsnoepjes. Ja, je moet altijd eens kijken wat er allemaal is, hè. Of je dat koopt. Dus misschien dat wel even vastpakken, hè. Anders kom je dan naar buiten. Dit ligt al in de kast. En dan gaan we richting de kassa. Dan zijn we nog iets moeten hebben, vinden. We zitten hier in de GB, of Carrefour. Dat je dat ook mogen noemen. Mijn wilde GB, mijn oma noemde dat altijd zo. We gaan eens kijken wat we moeten hebben. Yes, en nu zitten ze in de winkel. Zo, we gaan kijken wat je snoep moeten we niet hebben, want we hebben heel veel chocolade gekregen. We kunnen zien in de vlog, dus dat hebben we niet nodig. Chocolade. Chocolade te veilen. Normaal. Misschien wat koffie. Dit is eigenlijk een cappuccino. Ga ik nemen. Dus hebben we nu de appelmoes en zo dingen allemaal, dus dat heb ik al gepakt. Pudding, chocolade, dat zijn nieuwe dingen. Kijk voor zelf. Je hebt echt heel veel smaak in pudding, hè. Je hebt er echt heel veel smaak in. Niet normaal gewoon, echt kijk. Je ziet hier hoeveel smaak dat je erin hebt. Dat is niet normaal. Als je wilt dat ik deze proef, laat het me weten onderaan in de video's, de comments. Zo, nu richting de fiets. Zo. Kark niet zo raar. De fiets staat er helemaal alleen nu. Het was eigenlijk kei druk. En nu is er echt zo bijna niemand. Nee, ik moet er met iets gaan. Hij staat er zo moeder zo alleen. De fiets kan nog niet. Dat is grappig. Zo, nu moet ik de kar even aan de andere kant trekken. Wat er niet omvalt. Dat is hem ook goed in die fiets. Zo. Dan ga ik er één voor één inzetten. Dit heb ik gekocht. Dus dat is al wat ik heb gekocht. Koffie. Al die andere dingen heb ik gekocht. Dus dan weet je dat een beetje wat ik heb gekocht vandaag. Ik wil het alles inladen, want ik ga hier een uur bij bestellen natuurlijk. Dan zal ik de kerk eens terugzetten en dan kunnen we naar huis. Hè. Voilà. Zo, richting mijn fiets.
Hij is nog niet omgevallen, dat is al iets. Het is echt slecht weer buiten, dus echt niet doen. Het is echt kei slecht weer. Beetje regen. Het wel. Zo. Dit is de sleutel en dan gaan we richting. We gaan nu richting. Water is in de weg. Ik heb iets op een TikTok gemaakt. TikTok. Ik ben grappig om te doen. TikTok. Ik heb gemaakt. Ik heb eigenlijk het mooiste doen. Ik heb een paar gemaakt. Maar ik heb er eentje gemaakt. Duo. Maar veel te gek. Ik dat gemaakt heb, maar ik heb het wel gedaan. Ik ben wel grappig om te doen. Ik heb dat ook gedaan en ik had gezegd van ja, ik ga dat wel doen, maar ik wist niet hoe. Dus heb je dat. Er was toch niemand, dus we hebben ook niemand gezien of gehoord. Dus is dat geen probleem. Trouwens, als je dat product koopt, is dat zeker geen probleem. Zo. De korte heb ik een afspraak gemaakt. Ik dacht dat ik nog een puntje van zwemmen. En daar ga ik me eindelijk eens naar het zwembad. Nu kunnen we dat niet vloggen, maar we gaan er wel eens naartoe. Naar het zwembad. Mooi zijn, maar ik wel dat die nu meer deuren aan het veranderen zijn in dit straat. Dat merk ik wel. Misschien dat auto's komen. Ik heb je auto er best staan, dus niet het risico maar. Hier morgen nog eigenlijk, dat is zo hard.